Heel Dagenbach, keertscarrière heeft hoorn in grauw vooral vanzelf. Hoe zit het erom? Ja, heel bijzonder. Ik heb jarenlang eigenlijk elk weekend op paard geweest om te keertsen. Dus dat heeft wel een heel gedeelte van je leven belangrijk geweest. En ja, als het vergelijkt is met nou, is het natuurlijk heel oors. Maar wat wofferop stier wie de gezelligheid. En krek zit ik hier even met die twee vrouwen van vroeger even te praten. En dan geven we een hele rits namen los van die en die en... Nou, dan had je toch wel een hele protte kunde opdienen en een hele protte sociale contacten. Dus ja, ik zie er heel positief op hebben om. Je bent speciaal, je jongen. Niet nodig. Ja. 35 in je lienwinners te verhalen PC. Ja, dat is inderdaad een heel skoft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er net zo vol meer van hou weet als Janneke. Want Janneke Pagels het krek even ontwerp west en die wist per partij nog hoe het al in gang was. Dat weet ik dus net meer. Maar ik weet nog wel dat het bijzonder was, omdat we vooral toen zo'n mooie prijs kregen. Een zilveren jernbandje met een keertsbandje erom. En dat was toen in die tijd een hele grote prijs, want dat was verder hele gewone dingen, medailles en wat luxe voorwerpen stonden. Een stofzoeker, friteuses? Nee, zo groot was het niet eens. Dat houdt mij een... Strikijzer? Strikijzer heb ik wel woon. Ja, strikijzer en een sapcentrifuge, dat weet ik ook geweldig, zo'n soort dingen. Ja, heeft dat kenningje nou, mijn keertsbal? Ja, die zit in mijn medaillekast. Ja, en we hebben letterlijk nog wel eens jernbandjes woen en het summen weer een horloge. Hè? Ja. Je hoort het toch ook een bijzondere man was verkeersen. KKB Haardbestuurslid, een mooi west natuurlijk. Ja. Joek dat ik druk bij die, of bemoeid er aan met mij? Keertsen hier wel bij u thuis een grote plak. Hij heeft ook griezelig druk altijd met het hoofdbestuur. Hij weer wedstrijdleider, dus ja. Hij moest al die wedstrijden in elkaar zetten. En dan weer dan ik naar zijn gek om altijd alle krantenknipsels uit te knippen en in te plakken en alles bij te houden. En al die verenigingen daar om te oerlezen wat de wedstrijden moesten en wanneer en hoe let en hoe vaak. En, hij heeft er hartstikke druk mee. Maar hij heeft wel een plakje voor de vrouw, want hij kwam toch ik wel. Als er weekends op een paard doen, ging er bij alle wedstrijden langs. Maar hij ging het liefst natuurlijk ik wel eens in buurtjes bij de vrouw. Dus, maar ik was zeggen dat ik dan wel zenuwachtig werd. Hij had een kans die het een keertje moest. Maar hij werd wel positief. En ik heb er toch wel fijne herinneringen aan. Ja, hij kwam wel vaak met vrouwelijke keertjes, met name bij Dijtersje. Ja, hij kwam toch wel... Elke keer, ik even bij de vrouwenwedstrijd dan net zo lang, want dan ben je er meestal op trorreis. Hij ging eigenlijk haast bij alle wedstrijden langs in het weekend, maar bij mij dan wat langer, denk ik. Ja, volgens stel wat keertsen dan een soort, best soort met vrouwenwedstrijden, al bij gewone keertsen? Op het ogenblik net zo bot meer. Ik heb nog wel jaren altijd nog wel naar de PC in Weidenwest, maar dat komt omdat ik nog contact heb met Anita Wieling en met Wietske Spiekstra, daar heb ik een prot om gekeerd. En wij hebben een groepje dat we toch regelmatig nog wel eens in buiken komen. Zit alle trein in het onderwijs. Dus ja, dat is altijd heel gezellig. En Anita die is nog skopje in het TC-west. Wietske is nog heel erg bezig met korfbal en voetbal. En zo hebben we nog wel eens een paar keer even naar de PC-west en even bijpraten. Dat is een soort reunie dan, hè? Ja, zijn vooral is PC, die maakt voor jou altijd nog toch wel bijzonder zijn in het. Ja, je staat als eerste te boek, hè? En je staat op grote boot. Ja. En dan blijf je staan. En dat is wel grappig dat jij dan ik nog heel vaak, hè? Van, mensen die te west binnen, die namen stiet er ik op. En ja, het is toch de eerste PC, wie bijzonder. En, ja, het is vereeuwigd op het boot, dus dat bloot ze. Ja, en mooi knipperig, zeg je hem hoort dat ik op dat boot? Je hoeft dat gevoel, Achenbach? Ja, ik denk dat hij de best voor Grutskop West is, maar dat had er nooit zijn. Maar zo ging dat denk ik vroeger, maar ik weet zeker dat hij voor Grutskop niet West is, ja. Geniet van deze prachtige jongen, mooi die in Oudmaten. Ja, dat doe ik. Oké, bedankt.